Ja, het gaat heel goed met Bo en na de sterilisatie. En ze heeft er niet echt last van, maar ze mag niet zwemmen. Dus vandaag is het heerlijk weer. En ze wil natuurlijk helemaal het water in, maar dat kan niet. Maar hier kijk in de haven kan ze net zo met haar met de pootjes een beetje in het water. Dus dat is in ieder geval iets. Dat vind ze ook wel leuk. En ik moet er natuurlijk goed aan de riem houden dat ze niet verder erin gaan, want haar buik, de wond mag natuurlijk nog niet nat worden. Vanmorgen een nieuwe pleister erop gedaan, het ziet er heel erg goed uit. En ja goed, ik denk als we zo'n week in totaal hebben gehad, dus het is afgelopen maandag geweest de operatie en dan komende maandag dan als we dan ja, van die getijde poeltjes, als ik dan uitzoek die niet te diep zijn, dat ze daarin kan rondspelen even. Dat zou wel leuk zijn voor haar. En dat ze dan ja, vanaf donderdag weer echt zwemmen kan. Dus vandaag over een week, want het is donderdag vandaag. Dat zou wel leuk zijn voor haar. Dus, het weer is heerlijk vandaag. Het is bewolkt. Met zon, af en toe er tussendoor zo, dus wind, er staat wind, ah, fantastisch. En de temperatuur is zo, ja, ik geloof 28 graden of zoiets. En dat is heerlijk in vergelijking met de afgelopen ja, ruime week, waar we temperatuur 2 dagen over de 40 graden en de rest was zo 38. Dus het is heerlijk om nou dit weer te hebben. En, ook voor Bo, want ja, dan heeft ze het niet te heet. En anders weet ze ook niet waar ze liggen moet. En met de hond is dat natuurlijk, ja, dan wil ze op de grond liggen. En het is natuurlijk met alle grasaren en dergelijke, moet toch voorzichtig zijn dat ze niet, ja, dat het schoon blijft. Dus, nou, maar het gaat goed met Bo. Kijk eens. Gaan voor skates. Een beestje is er nog steeds in. Ongelooflijk. Hand, schelp. Vanaf hier kun je redelijk goed. Probeer in te zoomen daar op het dorpje daarboven. Ja. Kun je redelijk goed zien dat de bergketens hier achter in de wolken hangen vandaag. En de verwachting is, de voorspelling is dat aan het einde van de dag, een uur of 6-7, dat het dan gaat regenen. Dus ik ben nu op de ochtendwandeling. Het is een beetje drukkend als je uit de wind bent. Maar het gaat elke dag beter met Bo. Ik heb vanmorgen een iets kleinere pleister erop gedaan. Omdat het, ja, ze huid irriteert natuurlijk ook met deze hitte van een pleister. Dus, maar het gaat beter en beter. En ja, het is vandaag vrijdag. Ik hoop na het weekend, maandag is het een week geleden, dat ik er in ieder geval in wat ondiepe plassen kan laten spetteren. En dat we dan vanaf donderdag, zeg maar, dan zijn het echt 10 dagen, dat ik dan weer kan zwemmen. Maar ja, de wond ziet er goed uit, dus maak me daar niet zo druk over. En gelukkig is het iets minder warm op het moment, dus ja, dat is ook een heel groot voordeel. En een beetje regen vannacht, vanavond, is zeer welkom. Nou, we zullen het zien. We hebben al een paar keer eerder een voorspelling gehad, want het zou gaan regenen en dan gaat het toch wel langs. Of het blijft net aan de andere kant van de bergen hangen. Hier die voorste rij bergen, zeg maar, de voorste rij van deze keten, die is de hoogste top, is zo'n 1200 meter. Maar de rij die erachter ligt is zo'n tot 2500 meter. Dus het zijn aardige, het zijn echt wel bergen. Dus, nou, we gaan verder lopen en zien wat deze dag weer brengt.